Juliano, we staan hier naar de wedstrijd Eendijk VUSB 0-2. Je maakte zelf de 0-1. Hoe bevrijdend was die? Ja, heel bevrijdend. Het was een lastige pot. Veel overtredingen. Maar ik denk wel dat we tot de laatste minuut hebben gestreden met z'n allen. Dus dan is het heerlijk als je dan de 1-0 maakt en dan vervolgens ook nog de 2-0. En dan lekker de 3 punten meenemen. Wat was het voor een wedstrijd? Het leek mij eigenlijk weer net als vorige week een soort bloedeloze 0-0 te worden. Ja, het was een hele compacte wedstrijd eigenlijk. De ruimtes waren heel klein. Dus het was een beetje ook lastig voetballen. En heen en weer. Nou ja, als je de 1-0 dan maakt, dan is het gewoon heel lekker voor het team. En dan kan je gewoon van daaruit nog lekker voetballen. En dan is het heerlijk dat Thomas dan de 2-0 maakt. Dus dat is wel lekker. Eerst zelf nog een opgelegde mogelijkheid via een strafschop natuurlijk. Ja, een lekker trapschop, maar dat kan gebeuren in voetbal, hè, als strafschop missen. Dus van daaruit moet het gewoon oppakken. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Had je een paar uur voor de wedstrijd nog gedacht van te voetballen? Ik heb foto's gezien dat het hele veld wit was. Ja, ik had ook die foto's had ik ook gezien. En ik dacht ook dat het afgelast zou zijn. Maar het veld lag er gewoon goed bij. Dus ik ben wel blij dat we hebben gevoetbald vandaag. En de 3 punten nu op naar de volgende week. IJsselmeervogels, die andere club uit dit dorp. Ja, ja. Wat een mooie wedstrijd lijkt me. Ja, een hele mooie wedstrijd. Ik denk dat iedereen wel zin heeft in die wedstrijd. En dat we gewoon met z'n allen gewoon, als team gewoon voetballen, zoals vandaag. En dan moet het wel goed komen. Veel succes.